Natuurlijke gemeenteontwikkeling is geen reclametruc om meerdere mensen naar de kerk te krijgen. Integendeel, het is gebouwd rond een geestelijk kompas dat u helpt God in zijn volheid te ervaren. In het bijzonder die aspecten van Gods natuur die u nog dient te ontdekken. Tegelijkertijd helpt het u de wereld te zien door een nieuwe bril. Als u eenmaal geleerd hebt hoe u het trinitaire kompas kunt gebruiken, dan zult u helder kunnen zien waar u kunt groeien in uw relatie tot God. U zult ook begrijpen waar andere gelovigen anders denken, voelen en handelen dan u, en hoe de stappen die voor uw eigen geestelijke reis belangrijk zijn, niet passen of zelfs verkeerd zouden werken voor anderen. Het trinitaire kompas is geworteld in Gods drievoudige openbaring. De openbaring in de schepping, het groene gedeelte in onze afbeelding, de reddingsopenbaring, het rode gedeelte, en tenslotte de persoonlijke openbaring, de openbaring door de Heilige Geest, het blauwe gedeelte. Om de theologische wortels en de praktische toepassing van natuurlijke gemeenteontwikkeling te begrijpen, dienen we het karakter van elk van de drie openbaringen te verstaan. Volgens de schrift openbaarde God zich als schepper door kenmerken van zijn karakter in de schepping. U hoeft overigens geen christen te zijn om met dit type openbaring geconfronteerd te worden. Of u nu moslim, boeddhist, atheïst of christen bent, wanneer u de schepping bekijkt, zult u de vingerafdrukken van de schepper zien. Alleen gebaseerd op deze openbaring zal echter niemand tot het besef komen dat de schepper de vader van Jezus Christus is. De reddingsopenbaring, het rode gebied in onze afbeelding, heeft een ander karakter. In Jezus zien we zonder meer God zoals Hij werkelijk is. In Christus werd God mens, in Hem leeft alle volheid van God in lichamelijke vorm. Hij is degene die ons verzoende met God. Door Hem ontvangen wij het eeuwige leven. We verwijzen naar de persoonlijke openbaring, het blauwe gedeelte in onze afbeelding, als de tijd dat wat God objectief in Christus voor ons had gedaan, onze persoonlijke, subjectieve werkelijkheid werd. Door de Heilige Geest wordt Christus voor ons, Christus in ons. De openbaring van de Heilige Geest is de openbaring in ons hart. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer iemand tot Christus komt. Natuurlijke gemeenteontwikkeling zoekt elk van de drie kleuren te weerspiegelen. We onderscheiden daarbij de reflectieve, proactieve en affectieve zijde. De groene zone is gericht op tolerantie en sociale gerechtigheid. Onderwerpen zoals wetenschap, kunst en politiek hebben een prominente plaats in dit kruissegment. De focus op de rode zone is gericht op evangelisatie en discipelschap. Onderwerpen zoals de schrift, godsdienstige toewijding en persoonlijke ethiek spelen hier een belangrijke rol. Het sperpunt van de blauwe zone is emotionele gezondheid en geestelijke kracht, met onderwerpen zoals aanbidding, tekenen en wonderen en geestelijke ervaringen. De boodschap achter het trinitaire kompas is een boodschap van geestelijke balans. Daar alle drie zones even belangrijk zijn, is de continue uitdaging te identificeren welk van de drie zijden het minst ontwikkeld is. Indien men zich richt op het versterken van dat gebied, draagt dit automatisch bij aan een grotere balans. Dit is zowel van toepassing op u als individu, als ook in uw huiskring, uw gemeente en uw gehele denominatie. Er is altijd één gebied dat minder ontwikkeld is dan de andere twee en die vraagt uw bijzondere aandacht. Vraag: bewegen die figuren in dit plaatje in dezelfde richting of in diverse richting? Wanneer ik deze vraag in conferenties stel, antwoordt ongeveer 50% verschillende richtingen, terwijl de andere 50% kiest voor dezelfde richting. Nu kunnen er vanuit een lineair gezichtspunt slechts één van de twee antwoorden goed zijn, maar vanuit de logica van het trinitaire kompas kunnen beide antwoorden tegelijkertijd correct zijn. In feite bewegen alle figuren in dezelfde richting naar het centrum toe. Maar uitgaande van hun individuele beginpunt hebben ze een verschillend, soms zelfs een tegengestelde richting om er te komen. We dienen zorgvuldig te zijn om de groeirichting die ons heeft geholpen niet op andere gelovigen te leggen. Iedereen dient een ander pad te nemen om geestelijke groei te ervaren. Dit is waar voor individuele gelovigen, maar het is ook waar voor gehele kerken. Je moet weer
closer to the center. 어떻게 서로 대립되는 것이 아니고 연합되어지는 것이며 moving closer to the living God. 하나가 온전한 하나님을 경험하시기 위해서 서로 인정하고 다른 점으로 하나가 되고자 하는 것입니다. Reflecting all of the three gods in our lives. 하나님의 삼위 인격이신 세 가지 색깔을 다 온전히 경험하기 원해서 그렇습니다. In a way, that is what natural church development. 그것이 바로 자연적 교회 성장이 추구하는 사고 방식입니다. 감사합니다. 감사합니다.